Goedendag en welkom bij deze nieuwe 10-daagse weersverwachting van Weerplaza. Ja, er staat een interessante weersituatie op het programma. Een weersverandering gaat er aankomen. Dat hoge drukgebied, dat gaan we kwijtraken. En wie weet krijgen we wel met de eerste winterse perikelen te maken of juist met stormachtig weer. Ga ik zo allemaal dieper op in, want op dit moment is nog steeds dit het weerbeeld. Vaak ook mistige omstandigheden in de ochtend. Overdag weinig wind, veel bewolking en redelijk rustig herfstweer met temperaturen rond een graad of 11. Maar dat gaat dus wel veranderen. Wie weet, in het meest positieve scenario voor de winterliefhebber gaan we dit volgende week wel zien. Een aantal weermodellen komt toch wel met de eerste sneeuwval van dit seizoen. Dit was in januari van dit jaar en wie weet dat we dit volgende week dus ook nog wel gaan zien. Daar ga ik zoveel meer over vertellen welke modellen dat laten zien en in welke mate er ook nog wel echt die onzekerheid is. Nou, nu ik het toch over winters weer heb, ga ik toch ook weer even verwijzen naar onze winterverwachting, want die komt er nu toch wel echt aan. Zondag 24 november om 4 uur gaan we hem live zetten. En zoals je ziet hebben we met Daniella al het een en ander opgenomen in onze groene studio. En onze vormgevers die hebben daar al een prachtige winterse omgeving achter gemaakt. Dat gaan we ook doen bij Jeroen en bij Raymond. Die zo allemaal hun eigen stuk zullen presenteren. En ik ben ook al diep in de weerkaarten gedoken om hopelijk een antwoord te kunnen geven op die vraag wat voor soort winter we gaan krijgen. Nou, wil je daar nou niks van missen? Abonneer dan ook even op ons kanaal, want we gaan inmiddels al richting de 35.000 abonnees. En daar zijn we super trots op, dus het zou super leuk zijn als je dat ook zou doen. En geef deze video ook gelijk even een like, dan weten andere mensen ook dat jij deze video aanraadt. Nou goed, genoeg over die winterverwachting, want die gaat er dus aankomen. Wat gaat er gebeuren de komende 10 dagen? Op dit moment nog vrij saai weer, zo kan ik het eigenlijk wel noemen. Een hoge drukgebied boven onze omgeving met veel bewolking, af en toe wat lichte regen. Maar heel veel extremiteiten zitten er nog niet in. Maar dat gaat wel veranderen, want we zien dat het hoge drukgebied zich eigenlijk gaat opsplitsen in tweeën. Eén gebied ten westen van Ierland en eentje net ten oosten van ons. Daar zien we trouwens ook nog mooi dat lage drukgebied liggen, wat in Spanje mogelijk weer voor heel veel neerslag gaat zorgen. Maar bij ons gaat er een noordwestelijke stroming op gang komen. Zeker vanaf zondag is dat het geval. Die isobaren, die lijnen van gelijke luchtdruk, komen dan dicht bij elkaar te liggen. En dat betekent veel wind, wie weet ook wel stormachtige omstandigheden. En dus ook veel meer regen dan we in de eerste helft van november hebben gezien. Dus dat weerpatroon, dat gaat wel echt veranderen. Nou, met welke luchtsoort gaan we precies te maken krijgen? Daar geeft het Amerikaans weermodel meer inzicht in. Op dit moment nog temperaturen op hoogte boven nul. Dus dat levert nog geen kou op aan de grond. Maar dat gaat wel veranderen, want we krijgen met een noordwestelijke stroming te maken. En uiteindelijk gaan die temperaturen op hoogte flink onderuit. Naar zo'n min 4, min 5, min 6 graden. En uiteindelijk zou dat zeker in de hogere delen van Europa wel eens tot de eerste serieuze sneeuwval kunnen gaan leiden. Bij ons is dat nog maar wel de vraag. Dan moet alles meezitten. Wie weet, en dat zit wel in sommige weermodellen, onder andere in het Amerikaans weermodel, trekt er een laag onder Nederland door, waardoor bij ons de stroming oostelijk wordt. En dan zou het wel eens tot sneeuw kunnen gaan leiden, maar daar kom ik zo even in meer detail op terug. Dan nog even het Amerikaans weermodel, maar dan de weerkaarten. Opnieuw dat hoge drukgebied wat we hier zien, dat gaat dus splitsen in tweeën. Bij ons komt vanaf zaterdag die noordwestelijke stroming op gang met regelmatig buien die gaan overtrekken. En ook echt wel wat gure omstandigheden, veel meer wind. En dan ga ik hem zo even op pauze zetten. Eerst op dit moment, daar zien we inderdaad mooi die glijbaan vanuit het noorden. Het zeewater is nog wel erg warm, dus ik verwacht niet dat dit bij ons heel veel winterse neerslag zal opleveren. Eerder in de vorm van korrelhagel bijvoorbeeld, of misschien in het beste geval natte sneeuw. Maar die gaat dan echt niet blijven liggen. Dat geldt overigens wel voor de Alpen. Daar wordt dan echt wel flink wat sneeuw verwacht. Maar ik kijk even iets verder op de oceaan. We zien hier dat lage drukgebied, wat zich aan het ontwikkelen is op die dinsdag. Aan de noordzijde daarvan, daar wordt die koude lucht eigenlijk aangezogen. En als ik hem dan even hier stop, zien we wat dat dan bij ons oplevert. Het Amerikaans weermodel komt gewoon met sneeuw op de dinsdag. En dat is wel een aantal runs achter elkaar gaande. Het is nog wat onzeker. Het is natuurlijk maar één weermodel wat hiermee komt. Want het Europese weermodel laat dit systeem net wat noordelijker trekken. Waardoor we bij ons wel veel wind hebben, maar eigenlijk geen kans op sneeuw. Maar goed, het is iets wat we in de gaten houden hier ook in de weerkamer. En dit is wel echt een situatie die in deze periode van het jaar eigenlijk nodig is om bij ons tot de eerste serieuze sneeuwval te kunnen leiden. Dus mocht dit uitkomen, is dat weerkundig gezien ook heel erg interessant.
Nou, we hebben dit allemaal ook te danken aan de straalstroom. Die hebben we natuurlijk ook al wel vaak gezien. En als ik die aanzet, dan zien we dat die eerst nauwelijks aanwezig is. Hij ligt hier eigenlijk juist heel erg noordelijk, wordt ook weggedrukt door dat hoge drukgebied. Maar dat gaat dus ook veranderen. Die straalstroom gaat steeds meer aansterken. En mochten zich lage drukgebieden gaan ontwikkelen precies op die straalstroom, dan zouden die erg kunnen gaan uitdiepen en kunnen uitdiepen tot stormdepressies. Nou, dat zien we hier ook heel erg mooi terug. Een hele sterke straalstroom. Als die lage drukgebieden interactie gaan krijgen met die straalstroom, dan kan dat tot stormachtig weer gaan leiden. We houden ook in de gaten of dat gaat gebeuren. Er staat in ieder geval heel dynamisch weer op het programma. Dan zoom ik nog even in op Nederland. Want die situatie van dinsdag, dat is eigenlijk ook wel het extreme weertype wat er eventueel zit aan te komen. Dus dat vind ik wel even belangrijk om te laten zien. Nou, hier zien we dat ook weer mooi terug. Eerst dat hoge drukgebied, daarna komt die noordwestelijke stroming er weer in. En dan ga ik hem zo even op het juiste moment hopelijk op pauze zetten. Eerst op zondag dat frontale systeem wat binnen gaat trekken, kan ook wel heel veel regen met zich mee gaan brengen op die zondag. En in combinatie met wind wordt het dan dus echt wel onstuimig herfstweer. Dan spoel ik nog eventjes iets verder door vanaf maandagavond. En op dit moment zien we dat lage drukgebied heel erg mooi naderen. Dan zet ik hem nog even ietsje verder. Zodra die boven ons land ligt, trekt dus net ten zuiden langs. En zoals ik net al zei, aan de noordzijde daarvan wordt lucht van over land aangevoerd en niet van over zee. En dat is voor ons heel erg belangrijk. Als die wind vanaf zee komt, is die lucht gelijk veel te zacht en is bij ons die kans op sneeuw vrijwel nihil. Maar doordat die lucht over land komt, kan door de neerslagintensiteit die sneeuw tot aan de grond raken. En als het maar hard genoeg doorsneeuwt, levert dat ook echt wel een sneeuwdek op. En dat is dus in dit geval ook zeker aan de orde. Aan de zuidzijde daarvan is het daarentegen een stuk zachter. Dus die positie van het lage drukgebied is echt essentieel voor ons of we sneeuw gaan krijgen of juist met zachter weer en stormachtig weer te maken krijgen. En dit houden we dus ook de komende dagen in de gaten. Als ik hem dan nog even doorzet, zitten we daarna ook wel echt meer in die koude lucht. En dat kan in een nachtelijke uur er ook wel wat winterse buien op gaan leveren. Zeker verder landinwaarts en in de Limburgse heuvels is dat het geval. Daar hebben ze toch ook wel profijt van de iets hogere heuvels. In andere delen van Nederland, zeker aan de westkust en in het noorden, daar moet echt alles mee zitten, wil je dan nog winterse buien gaan krijgen. Dan gaan we toch maar even nog kijken naar het Europees weermodel met de sneeuwkansen. Want ik benoemde het net al, het hoofdmodel van het EC-weermodel. Het Europees weermodel komt niet echt met sneeuwval, slechts een paar natte flatsen op maandag. Maar er zijn wel degelijk andere members in het ensemble die wel komen met sneeuwval. Dit is wel sneeuwval, dus niet per se wat er blijft liggen. Maar dat laat wel zien dat er potentie is tot sneeuw in de periode van dinsdag tot en met vrijdag. En die kansen zijn wel stijgende. Dus dat houden we ook in de gaten. Nou goed, voor nu even genoeg over die sneeuw van volgende week. Die potentiële sneeuw moet ik natuurlijk zeggen, want dat staat nog helemaal niet vast. Eerst even de korte termijn, die is iets minder extreem. Morgen hebben we te maken met veel bewolking, af en toe wat motregen. We zien later op de dag nog wel enkele zonnige perioden. En zeker in het noordwesten is dat het geval. En bij dat alles staat er dan een matige wind uit noordelijke richtingen. Pak ik nog even de vrijdag erbij, want eigenlijk is dat weerbeeld vrij vergelijkbaar met de donderdag. Opnieuw temperaturen rond zo'n 11 of 12 graden. En er staat daarbij dan een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Het blijft waarschijnlijk wel droog en misschien dat er lokaal nog even een zonnestraal door het wolkendek kan heen komen. De dagen daarna zet die temperatuur dus wel langzaamaan een daling in. En dat is natuurlijk ook logisch door die andere luchtsoort waar we mee te maken gaan krijgen. Met op zondag al de eerste regenval. En die wind gaat dus ook echt wel een hoofdrol spelen. Die onderschatten we ook niet. Als er een lage drukgebied onder die straalstroom terechtkomt, kan dat zomaar eens tot een storm gaan leiden. Vanaf maandag en dinsdag wordt het gewoon heel erg onzeker hoe die lage drukgebieden gaan trekken. We hebben hier nu 7 graden staan op dinsdag. Maar dat zou ook zomaar een aantal graden kouder kunnen worden of een aantal graden warmer. Helemaal afhankelijk van die koers van dat lage drukgebied. Wat de pluim in ieder geval wel duidelijk laat zien, is dat we na dat redelijk zachte weer van nu toch wel naar een wat koudere periode gaan. Zeker richting eind november met temperaturen overdag van gemiddeld een graad of 5. In de nachten neemt duidelijk de kans op vorst wel toe, dus ook de kans op gladheid. En daarmee moeten we dagelijks rekening houden met buien of regenzones die overtrekken. Het wordt echt wel wisselvallig en onstuimig herfstweer. Donderdag en vrijdag is dat nog niet het geval. Dus geniet daar nog maar even van als je toch niet zo van die regen houdt. Want daarna heb je die paraplu toch echt wel dagelijks nodig. Of misschien moet ik niet zeggen paraplu, maar een poncho. Want die wind gaat natuurlijk ook een hoofdrol spelen.
Er zit dus heel veel interessant weer aan te komen. Wij in de Weerkamer zijn er druk mee bezig en gaan er ook druk mee aan de slag. Mocht het volgende week ook tot extreem weer gaan komen, dan gaan we uiteraard ook live. Dus hopelijk ben je daar dan ook bij. En dan zeg ik nu tot de volgende keer en nog een hele fijne dag gewenst. Tot ziens!